Hey mensen van Spooky1611, welkom bij Nieuw Skyrim. Yeah, Farkas. De vorige keer werden wij gevangen genomen en werd hij een weerwolf. En hij zegt nu dat we moeten moven, dus we gaan even moven. Ik ga even die shit hier van deze manier jatten. Ik hou van het eel, cool. En als ik hiermee klaar ben, dan moeten wij verder in de cave. Wil ik brood? Nee, ik hoef geen brood. Wil ik drank? Doe maar. Wil ik eens... Nee. We gaan... Wow. Verder. Waar we van vorige keer waren we bezig met een missie. Quest. En de bedoeling was dus om een fragment van woedtraal te pakken. Kom maar op, man. En daar zijn we nu in de dungeon voor. Wow. Wat deed hij dat voor? Nou is hij dood. Oh. Nee. Nee. Ga dood. Goed zo. Opzouten. Opzouten, jongen. Even alle... Oh, wacht, het is zilver zwaard. Is die beter dan ik nu heb? Yes! Yes! Haha. Wappers. Ik had eerst een Noordsoort. Die unequip ik. Oh, die heb ik in hem gestopt nu. En ik wil een zilver zwaard. Want die is ietsje beter. En wat heeft hij? Hij heeft... unknown allemaal. Zilver ingot. Ah. Leuk, hoef ik niet. Hey. Kijk, muntjes. En een flawless amethyst. Ah, hartstikke leuk joh. Ik weet niet wat ik ermee moet. Maar het is even hartstikke leuk. Oh, ik kan... Ik moet dus helemaal daar naartoe. Wow. We zijn nu hier. Ik moet er echt om denken, want er zijn overal zo'n traps. Misschien hier ook. Nee, hier niet. Nou, dat scheelt. Deurtje open. Dan kan ik wel eens... ja, ik kan... Oh nee, ik kan niet twee kanten op. Dus dit zeggen. Even overal checken, want er is altijd wel gold. En dit is leeg. Oké. Runebook. Oh, daar zit een enemy. Hé, hey, die lijkt op mij. Oh, Farkas, jongen. Held. Waar is hij? Oh, daar. Check hem dan. Vallen. Val. Oh. Hey, wie had hem nou? Oh, ik heb hem. Zo, daar. Dan is hij weer dood. Wat is dit? Lijkt alsof ik Legend of Skyrim. Oh, ik ga dat gewoon even lezen straks. Misschien dat ik er wat van krijg namelijk. Dat weet ik dus niet. Even kijken hoor. Dit is namelijk een hele grote ruimte. En dit gaat daar naartoe. Dit loopt zeker dood. Ja, hier zit wel een chest. Oh, master. Ja, dat lukt mij nog niet. Kijk, we gaan proberen, maar ik ben allemaal lockpicks kwijt. Dat doen we maar niet. We zien nog wat speciaals, wel een hendel. Oké. Ik hoorde hier wat gebeurt. Oh, hier. Oh, kijk. Een chest. Gold, ja, en iron arrows. Helemaal toppie. We zien, daar beneden zal vast wel wat zitten, maar dat vind ik wel best zo. Die heb ik al gekild net. Dan moeten we hier langs, ja. En dan, ik denk naar beneden toe. Ja. Gaan we naar beneden. En dan pakken we wat potions. En natuurlijk een garnet. Die is hetzelfde als wat ik nu draag. Ja. Linen wrap. Wow, wat is dat? Oh, dat is een kopding. We hebben voor de rest, was dat het allemaal? Nou, de hoeren door even openen. Heel simpel. Gewoon open doen met E. Ik heb nog nooit zo'n deur open gedaan, maar het werkt. Deze leeft verder. Dat zei ik toch, hij leefde. Oh shit. Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. Hé, hey, ik ben bijna level 5. Ik ben level 5 of ben ik 4? 4. Voor mij ben ik level 4. Of 5. Maar oh hier. Zo. Level up. Laten we wat health doen nu, deze keer. Ja. Even kijken hoor. Ik heb namelijk één perk erbij. Deze hebben we dat toen gedaan. Dus die kan niet verder. Deze dan moet ik 40 one-handed hebben. Dual heb ik niet. Nou, deze keer niet one-handed. Blok, waar sta je? Hier staat blok. Ik heb 25 blok. Wat is dit? Blocking is 20% meer effectief. Oh, die is wel perfect. Zo, zo. Ja, zo. Blocking. Hartstikke handig, joh. Ik bedoel, wat moet je nou zonder blok? B, zonder blok B niks. Hey, deze ligt ook. Zo. Dat zag ik gewoon, omdat hij dan gewoon... Er gebeurde wat. Er gebeurde wat. Er gebeurde wat. Nee, er gebeurt niks. Ik vertrouw het niet helemaal. Allemaal booby traps. Oh, die was al dood. En deze chest is adept. We gaan het gewoon proberen. Ja. Oh. Ah, shit. Dat was 1 lockpick. Ik heb er 28 over. Nee. Verkeerde kant. Ik moet een beetje zo. Oh, nu. Huh? Moet ik dan... Ja, zo. Ja. God. Kut lockpick. Nee. Oh, volgens mij... Kan ik dit ding wel openen al? Ja, dus. Yes! Lockpicking has increased. En wat krijg ik? 1 lockpick. Lekker is dat. Waar zijn we? We zijn nu eigenlijk best wel dichtbij die fragment waar wij voor gingen. Oh, heb ik die stamina potion? Ja, mooi. We woeden door. En netjes sluiten. Farkas, doe de deur dicht. Godverdomme. Zo. Dan moeten we hier langs. Ik zat even te zoeken. Oh, weer zo'n raar. Silverhand, weet ik hoe die lui heten. Die komt nou naar beneden lopen. Oh, het zijn er 2. Ja, mijn blok. Auw. Pak. Oh, wow, die Farkas is best sterk hoor. Of deze zijn gewoon zwak. Oh. Ah, pijnlijk. Och. Ah, dat hoor ik. Ah, dat hoor ik niet echt lekker. Bah. Even zien. Silver Greatsword, ja, ik weet het allemaal niet. Ik wil niet two-handed eigenlijk. Maar aan de ene kant, kijk, dat ziet er heel vet uit als je two-handed bent. Ik ben er zoiets aan. Het scheelt iets als bij. Maar ik wil misschien two-handed. Maar dat komt dan later. Want ik wil eerst even mijn one-handed omhoog krikken. Zo wil ik het noemen. Dus dat gaan we eerst doen. One-handed, daar gaan we op focussen. Daarna kan ik nog two-handed. Of ik kan bijvoorbeeld ook nog een soort range-achtige iets worden. Oh, 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 oh. Oh, Farkas, denk erom. Ja, moet je niet opgestaan. Ja, daar staat erop. Oh, houd gewoon op. Oké. Topper. Zoals ik al zei, misschien dat ik ook nog wel longbow wil oefenen. Want ik spaai al die arrows een beetje. Zo. Dat ik dan bijvoorbeeld gewoon een warrior word met one-handed en daarna nog een longbow. Zoals een hunting bow bijvoorbeeld. En dan al die pijlen even opsparen. Want dat is echt handig. Denk ik. Dan heb je gewoon, daarna hoef je niet zoveel pijlen meer te kopen. Als het kan. Ik weet niet of het kan. Ik koop bijna niks, hè. Ik ben gewoon duurzaam bezig voor mezelf. Wauw. Duurzaam bezig. Geniaal. Dus men script. Daar gaan we. Ik ben alweer bijna level 5,5. Dat schiet er echt op nu. Nou, het komt mede door dat blocking en zo. En door die heavy armor zoals dit. Ik schiet dit is altijd heel raar. Ik raak ze niet. Een beetje jammer. Maar dan hebben we... Farkas. Oh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Oh, dat is hier beneden. Oh, vet. Ik wil meedoen. Oh, dat mag zeker weer niet. Even kijken, waar gaan we naartoe? We gaan hier naartoe, zo. Okay. Topper. Ja, deze leeft. Volgens mij leeft die ook. Oh, niet. Ja, dat was hij al. Gewoon even 9 gold pakken, dat kan. Deze leeft ook. Dat zie je gelijk, want dat is gewoon een skelet. En dit is gewoon zo'n rare Jorrvaskr. Die dan... Je gaat in één keer gaat pakken, maar dat doet hij deze keer gelukkig niet. Hier zit ook een. Hier ook. Kijk maar, als ik gewoon hier ziet. Oh, dat is een ander paaltje, denk ik. Andere. Of is het hetzelfde? Oh, dat is een ander ding. Oké, kijk. Two one-handed. Ik bedoel natuurlijk, one-handed gaat weer omhoog. Daar heb je hem al. Ook zo'n Jorrvaskr die leeft. Ik wil gewoon even de chest in. En ik ga gewoon even kijken wat hier zit. Ze hebben echt veel dingen in één keer hoor. Ik neem alle boeken ook gewoon mee. Kan me niet schelen, waarom niet? Oh. Ja, ik pakte in één keer een wapen op. Deze heeft 9, deze heeft 8, die gaat weg. Deze heeft 10, dus dan gaat die weg. Ik heb 2 Great Swords, die wil ik allebei niet. Ik hoef geen axe, ja, die wil ik verkopen nog. Imperial Sword hoef ik niet, Imperial War Axe hoef ik ook niet. Ik heb 2 Longbows, daar heb ik niks aan. Ja, zo. Ja, zo houden we. Hoppatee, weg ermee. Zo, en hier nog allemaal dingetjes. Nou, allemaal leuk. Gold, ik wil potions, steel arrow. Ik neem zoveel mogelijk potion arrows, dat is wel leuk, natuurlijk. En wat is dit allemaal, joh? Volgens mij is het hier een hele... Wow, is ingewikkeld. Wat doen al die lui beneden hier, man? Rare mensen, hoor. Stoppen ze goud in een urn. Ja, dat is mooi voor mij, dan weet ik dat. Maar. Ah, dep, daar gaan we weer, lockpicking. Oh, hij zit hier. Nee, kan er bijna. Hij moet iets meer zo. Nee, zo. Nee, zo. Yes, dat was hem. Wauw, wat krijgen we veel punten deze keer. Wat is dit? Oh, weer zo'n ding, leuk. Oh, in één keer gaan we lockpick kapot. Oh, wauw. Nee, 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 nee. Aan de kant. Asch. Fuck dat ding maar. Kut deur. Wat heb je nou aan de deur? Tussen mijn scan, daar kwamen we zeker vandaan zo. Oh ja, we kwamen natuurlijk van boven daar. En hier was een gevecht bezig. Ja. Ik denk al, ze zijn wel geweest. Maar ja, dat klopt niet. Want we waren daarboven. Daar kwamen we weg. So, potion of cure disease. Wat hebben we hier? Runebook, runebook. Oké. Okay. Oh. Sleutel nodig. Hey, oh, misschien... Ik weet niet of dat zo is. Misschien zit die sleutel natuurlijk achter die deur die we niet open krijgen. Of zit die hierin? Dus mijn scankey. Ja, moet er wel zijn. Mooi. En 2. Yes! Wow, wat was dat? Ik wil even kijken waar dat ding zat. En dan zit er denk ik een wolf hier. Oh. Wow. Wat timing. Het is helemaal geen wolf. Het was gewoon zo'n skiever. Oh. Wat timing. Oh, hier zijn weer 2. Oh. Wat een timing, jongens. Wow. Hoe doe ik dat? Hey. Hoe kan dat, joh? Ik time alles perfect nu. Oh, dat is novice. Nee, dat doe ik ook niet. Ik denk dat we gewoon maar... Oh, hier. Hier moeten we in. Ja. Kunnen we daar naar boven? Kunnen we hier langs? Ik denk dat ik gewoon hier langs ga staan. Ja, heel krapjes allemaal, maar het werkt. Hier zijn weer enemies. Holy shit! Oké, die is dood. Au! Ik denk ook dat ik als ik level gewoon alleen health erbij doe. Waarom? Omdat ik dan een soort tank ben. Een tank is dat je gewoon heel sterk bent. En dat je eigenlijk bijna... Oh, dat is de verkeerde. Dat je gewoon bijna niet dood kan. Wow. Ugh. Even zien, wat heeft hij? 6 gold. Ah, leuk. En ja, stamina moet ik eigenlijk ook een beetje aan werken. Dus ik denk, ja, een klein beetje stamina, heel veel health. Ja, daar gaan we aan werken. Dat gaan we doen. Heel veel held. Wat lach je nou dan? What the fuck? Hahaha, ik kan ook lachen. Cirkel. Beetje laat mij uitlachen. Volgens mij zijn we heel dichtbij. Nou, het valt mee. Deze is dood. Deze is dood. Verderop is niks, zeker. Nee, het is allemaal niks. Even kijken. We zijn echt dichtbij nu. Daar is het al. Ding. Denk ik zo'n geluidje dat erbij komt. Hé, ik hoor wat. Gold, lockpicks, nice. Potion, speltoom, healing. Oh, dat vind ik ook wel handig. Pickpocket, succes, nice. Helemaal toppie. Al die gems, alles jatten. Kijk, dit dat had ik de vorige keer ook. Dat is bij zo'n rare muur in het rondje. En dan krijg je dus... Wat is het? Een shout? We hebben het fragment. Ja, ja. We hebben het fragment. Oh, return to Jorrvaskr. Dus we moeten weer naar Whiterun. Oh shit. Oh shit. Wat gebeurt er? Oh, daar zit hij, daar zit hij. Pak hem. Oh. Ja, volgende. Huppatee. Is dat het? Oh, ik hoor nog wat. Er komen gewoon steeds meer. Maar we staan niet veilig. Even kijken of deze nog wat had. Had hij nog wat? 13 gold. Pak ze, Farkas. Pak ze, jongen. Je kan het. Nice. Ik begin echt gewoon snel te levelen in één keer, joh. Of het ging in het begin heel rustig. Oh, ik zie trouwens dat dit een router is. Wow, wat is dit dan? Dat is beter. Zo. Hier is dood. Ja, nog meer. Hoeveel van die dingen zijn er nou al? Niet. Hey. In mijn one hand, het lijkt ook heel goed. Maar die wordt dan in één keer weer beter. Zo, was dat zijn hoofd eraf? Oh, bijna. Jammer. Nog meer? Jemig. Hier, daar zit hij. Dat is één. Nou is er nog één. Achter me hoor ik nog wat. Hier staat nog wat. Bam. Ah, kijk. Daar, die deur is nu open, dus dit moet de laatste zijn. Want ik weet, ik zag net dat ik hier langs kan. Zo, terug. En dat is deze, die is nu open. Ja, we zijn nu daar weer heel dichtbij, want daar zit dat dingetje. To Dustman's Cairn. Cairn. Waarom zie ik er ook? Goed zo. Dat was beter. Daar kunnen wij dus daar naar buiten en dan zijn we weer naar Jorrvaskr en hebben we een quest complete van de companions. En we zijn aangekomen dat Farkas een weerwolf is geworden. Dus ik wil nu ook een weerwolf worden. Ja. Kat. Even zien waar ik langs moet. Ja, hier. Oh, het is gewoon vlak bij de ingang. Hartstikke mooi. Doe Skyrim. Yay. Yay. Het center of the dungeon. Oh. Zoals ik kan niet lezen. World map. L. Oh, L. Ik druk op de verkeerde knop. Remove it. Oh. Kan ik nog helemaal draaien zo? Maar we moeten naar Jorrvaskr, dus we gaan naar Dragon's Seeds. En daar kan niet wat een enemy bij zit. Waar zit die enemy dan? Oh, hier. Dus we moeten die enemies even killen. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Want we hebben nu al heel veel gedaan weer. We gaan de volgende keer gaan we weer naar Jorrvaskr. Dat zit weer in Whiterun. En dan krijgen we waarschijnlijk weer een nieuwe quest. En dan zijn we weer een stapje dichterbij om een weerwolf te worden. Ik ga eerst even denk ik de companions afmaken. Die questlijn. En daarna gaan we weer verder met de main quest. Want ik hoorde dat ik... Als level 5 was ik... Of level 3 of zo was ik al in High Hrothgar. En dat was iets te snel. Dus vandaar dat ik even sidequests ga doen. Waardoor ik wat sneller level en wat meer health krijg. En al die dingen een beetje boost, zeg maar. Dus ik zou zeggen, like, subscribe, comment. Ik bedank jullie voor het kijken. En ja, tot de volgende keer bij Skyrim dan maar weer. Waar we Jorrvaskr gaan opzoeken en hem kapot gaan maken natuurlijk, hè.